Welkom vanuit Den Haag voor deze confrontatie tussen twee ploegen, twee clubs met min of meer hetzelfde DNA. Toch eigenlijk wel altijd een fraaie wedstrijd. En een van de hoogtepunten in het seizoen voor de supporters van ADO Den Haag. ADO Feyenoord vorig jaar een spektakelstuk. 2-2 met een schitterend doelpunt. De mooiste uit de carrière van Aaron Meijers. Eindstation van een prachtige Haagse aanval. En een late gelijkmaker in die wedstrijd van El Amadi. Betekende toen 2-2. ADO in de opstelling die hetzelfde is in vergelijking met vorige week in Tilburg. Toen Willem II met 3-0 werd verslagen. Willem II toch min of meer de favoriete tegenstander van ADO in de laatste jaren. Want de laatste 6 confrontaties met de Tilburgers werden allemaal gewonnen. En daar staat dan tegenover dat de tegenstander van vandaag, Feyenoord, al 7 wedstrijden op rij ongeslagen is tegen ADO. 6 zegens, 1 gelijkspel. Kevin Blom, de scheidsrechter van dienst. Robin van Persie fit genoeg om te starten in deze wedstrijd. Jurgensen begint op de bank. Bijlo keert terug als vervanger van Vermeer. Die de bekerwedstrijden kiept en achterin behoudt de Verdonk zijn basisplaats op de linksbackpositie. En ontbreekt Klaasie vanwege een blessure. En dus staat Tapia in de basis bij Feyenoord. En voorin Berghuis op tijd hersteld. Dat is ook niet helemaal okselfris. Werd gewisseld in de rust tegen Utrecht. Maar Berghuis is er vandaag dus weer bij. Hij maakte er 2 vorige week. Immers in het verleden heeft bij de tegenstander van vandaag. Tapia. Meijers zit er goed tussen. Lorentzen, slechte controle van Lorentzen. Vervolgens ook nog op de voet gaat staan van Toornstra. Ondertussen gaat het spel verder en wordt de overtreding gemaakt op Meijers. En is de eerste gele kaart van de wedstrijd voor Nieuwkoop. Nieuwkoop gaat in de fout, moet het corrigeren en hij krijgt inderdaad de gele kaart. Meijers, El Kayati, de twee kandidaten voor ADO Den Haag. El Kayati maakte er al 10 deze competitie. En ook nog een handvol assists. El Kayati en het is gelijk raak. En zo komt de ADO in de 4e minuut op 1-0. Weer een fraaie goal van Nasser El Kayati. Van de man die zo bepalend is voor ADO Den Haag. En waarvan men in Den Haag ook zo verschrikkelijk hoopt dat hij er in 2019 ook nog is. Daar gaat Becker. Goeie bal van El Kayati. Lorentzen gaat positie kiezen in het 16 meter gebied. Voorzet is goed. Daar komt Lorentzen. Mooie aanval van ADO waar Becker in zijn kracht wordt benut. Fijne paas dit van El Kayati. Flirt het met de zijlijn. Toornstra. Berghuis, mooie bal van Persie. Wat mindere controle, zeker afgemeten naar zijn standaard. Legt hem perfect neer, Berghuis. Achter Beugelsdijk, die van Persie helemaal kwijt was. Sven van Beek ziet van Persie vertrekken. Die krijgt hem nog knap voor de goal, zeg. Is ook handig gedaan door Lorentzen. El Kayati. Tapia blijft aan de bal kijken. En hier is El Kayati weer naar het doorjagen van Tapia. En zo wordt de ruimte gevonden aan de linkerkant bij Becker. Natuurlijk moet hij Nieuwkoop opzoeken. Die heeft Immers al een gele kaart op zak. Hier wordt een combinatie gezocht. Immers is er bijna door. Uit balans. Kon niet echt snelheid meegeven aan die bal. Dan blijft ADO eigenlijk een beetje hangen. Zo halverwege de eigen helft. Dan kan Feyenoord dus de druk een beetje op gaan voeren. Van Persie. Van Persie. Meegeven aan Vilena. Larsson voor het doel. Maar Vilena werd in een lastige hoek gedwongen. Door dat paasje dat net iets te hard was. Van Persie. 1-0 achter in een uitwedstrijd. Het gaat buiten de eigen kuip natuurlijk sowieso een stuk moeizamer voor Feyenoord in de Eredivisie dit seizoen. Tot vorige week. Die nederlaag tegen Fortuna. Won Feyenoord al zijn thuiswedstrijd. Bij ADO is het dit seizoen eigenlijk een beetje andersom. Van Persie nog altijd.
getergd van Persie, maar schiet hem een meter of twee naast. Vilena, ja, die voelde de aanwezigheid van Troepé. Hier is Troepé. Immers, oh, dat is een kans hoor. Dat is een serieuze kans voor ADO Den Haag. Verkanseld door Immers. Die het lichaam wel erg ver achterover helpt en daardoor een vuurpijl produceert. Fout van Vilena. Bij de momenten van ADO Den Haag brengt Feyenoord toch vooral zichzelf in de problemen. Larsson. Van Persie, goed bediend door Larsson. Berghuis kiest positie. En daar is het 1-1 door Berghuis. Vlak voor rust slaat Feyenoord toe. Als er wat ruimte ontstaat. En dat perfect wordt uitgespeeld. Berghuis met de gelijkmaak. Goeie bal van Larsson. Van Persie heeft het al gezien dat Berghuis positie kiest. Die twee hier klikken. Dat blijkt andermaal bij deze goal. Iedereen staat er op het veld. Inclusief een mascotte die niet zo heel rap is. Nodige problemen om die nog van het veld te krijgen. Daar is het wachten op. Kijk, daar loopt Pin. Nou ja, lopen. Schiet lekker op zo. Dat is toch ook van een amateurisme, met alle respect. Gewoon een minuut staan te wachten op een waggelende pinguïn. Ja, het is bijna kerst. We zijn zover. Valkenburg gretig, die was al vertrokken onderweg naar de bal. Vilena bediend door Van Persie. Die is er in het 16 meter gebied, daar duikt de Toornstra nu op. Berghuis daar nog achter. Berghuis, Van Persie, Beugelsdijk in zijn nek. Van Persie frommelt zich toch nog tot de mogelijkheid. Swinkels redt. Eerste kans van de tweede helft is voor Feyenoord. Verdonk. Nieuwkoop binnendoor, daar kan Valkenburg niets doen. Nieuwkoop met een grote mogelijkheid en weer de redding van Swinkels. En zo begint Feyenoord. Een stuk beter aan de tweede helft. Afgezet tegen het eerste bedrijf. Toornstra, Meijers verdedigt. Lorentzen. Wanneer komt er een keer een gevaarlijke uitbraak van ADO? Dat zou nu kunnen met Becker. Want de Nieuwkoop kan natuurlijk niks doen met een gele kaart op zak. Verdedigt uiteindelijk uitstekend ten opzichte van die razendsnelle Geraldo Becker. Goed gedaan door Nieuwkoop. El Kayati. Valt voor Beugelsdijk naar Immers. Immers en in de korte hoek redt Bijlo. Meest gevaarlijke moment van ADO Den Haag in deze tweede helft. Die zo'n beetje halverwege is. De kans die hier tot stand komt via het Haagse hart van ADO Den Haag. Wie trekt deze matige wedstrijd uiteindelijk over de streep? Dat is een beetje de vraag. Als we drie kwart onderweg zijn. Larsson. Wat een ruimte ineens voor Larsson. Larsson. Dat is een krappe goal van Larsson. Die lang weinig liet zien, maar dit uitstekend doet in de 68e minuut. Feyenoord op 1-2. Opvallend hoeveel ruimte Larsson daar ineens krijgt in het 16 meter gebied van ADO Den Haag. Dat toch redelijk geconcentreerd staat te verdedigen tot nu toe. Maar daar is iedereen Larsson kwijt. Valkenburg, Kanon blijven hangen. De ruimte ligt aan de linkerkant bij Lorentzen. Beugelsdijk wordt vastgehouden. En wat oordeelt Blom hier? Voorlopig nog niks. Want de aanval loopt verder en ADO wil een penalty. En dan komt er ook. Nee, hij legt hem erbuiten. Maar wel een tweede gele kaart voor Nieuwkoop. En Feyenoord moet deze wedstrijd dus gaan afmaken met 10. Hij wachtte het voordeel lang af, Blom. Maar besluit uiteindelijk om de rechtsback van Feyenoord weg te sturen. En ADO de vrije trap toe te kennen.
Hier is de overtreding al een tijdje aan de gang. Ja, het is toch ook bij vasthouden het moment van loslaten. Wat er sprake is van overtreding, dat leidt geen enkele twijfel. Maar bij het vasthouden is loslaten toch het referentiepunt. En dat gebeurt binnen het 16 meter gebied. En dus gaat de bal op de stip. Is het niet alleen rood, maar er is ook een penalty voor ADO Den Haag. Concentratie bij de topscorer van ADO Den Haag. En de 2-2 wordt met volle overtuiging binnengeschoten door El Kayati. En zo voldoet deze editie van ADO Feyenoord uiteindelijk toch wel weer aan de verwachtingen. Want saai is het met deze wedstrijd eigenlijk nooit. En we moesten lang op het tumult wachten. Berghuis. Moeizaam wegwerken van ADO. Larsson komt er niet uit. Toch weer Feyenoord met Van Beek. Daar ligt de ruimte. Goed klaargelegd voor Berghuis. Berghuis, Kuktju, goed gevoetbald door Feyenoord. Een kans, een grote kans. Maar hij gaat er op miraculeuze wijze uiteindelijk niet in. Maar daar was het even zeer hectisch voor de neus van Swinkels. Van Beek heeft de ruimte gezien. Kuktju en Berghuis combineren. En Swinkels redt maar weer eens. Tapia zoekt de combinatie met Kuktju, overname ADO, El Kayati. En nu is Feyenoord voor een groot gedeelte uit positie. Goppel is op snelheid. Tijmen Goppel bij de tweede paal. Komt daar een kans en claimt ADO andermaal een penalty. Maar wil Blom er niet aan. Zang werd vastgehouden. Dat is het oordeel van Goedendijk in ieder geval. En van Zang. En volgens mij is er inderdaad even contact daar met Zang en de verdediger Geertruida, die hem heel licht bij de arm pakt, maar wel degelijk even vasthoudt. Zapia. Bal kwijt. Wat een slaapmoment van Zapia. Zapia bleef lang achterwege, maar hier ging hij toch even de fout in. Goppel, bevlogen invalt. Goppel door de benen van Zapia. Zoekt de combinatie. Zang uit de draai. Aardige mogelijkheid, zei het, een lastige voor de Chinees. En zo wordt de 2-2 in ieder geval door het thuispubliek gevierd als een overwinning. Zij zijn er content mee. Dat zal niet gelden voor Feyenoord, dat toch tot die rode kaart van Nieuwkoop deze wedstrijd in handen had. Maar het glipte weg na die overtreding van de rechtsback van Feyenoord. Dat kostte hem de wedstrijd. Hij moest er vanaf en kon El Kayati maar weer eens toeslaan.